En dat merkte ik omdat ik altijd aan het jagen was. Ik was altijd weer, er moest weer een nieuwe hit geschreven worden. Er moest een nieuw doel bereikt worden. Ik had nooit echt dat ik lekker achterover kon zitten en kon voelen van, het is goed zo, weet je wel. Ik ben tevreden. En dat uitte zich bij mij bijvoorbeeld doordat ik steeds meer drugs ging gebruiken. En niet heel veel harddrugs, ik heb nooit heroïne gebruikt, maar veel blowen bijvoorbeeld. Om die onrust in mezelf te dempen, weet je wel. Ook wel drank en zo. En toen dacht ik op een gegeven moment ook van, ja, weet je wel, hoe lang kan ik hiermee doorgaan tot ik een keertje omval? Want ja, het is natuurlijk toch slopend. En toen kwam er echt een punt dat ik me realiseerde van, oké, ik ben niet gelukkig. Dat moet ik onder ogen zien. Maar ik dacht altijd dat dit mij gelukkig zou maken. En dat is dus niet zo. Maar wat is dan geluk? Podcast of Hope, Moving Towards Happiness. Nou, leuk dat je er bent. Vind ik ook. Ja, we gaan in gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven? Heel erg. Ja? En ja. Op welke manier? Ja, voor mij is het draait eigenlijk om geluk. Want geluk is echt zo'n woord waar eigenlijk alles in zit. Hè? Dus het vrede, liefde, plezier, vervulling, hoop. Het is bijna het ultieme. Ja. Waar je als mens naar verlangt en naar kan streven, denk ik. Zo grappig dat je dat zegt, want we hebben ook al gasten gehad die zeiden, het is eigenlijk gewoon een doodgeslagen begrip waar helemaal geen betekenis meer aan zit. Ja. Arme mensen. Dat zou ik ook zeggen. Ja, maar voor mij zeggen ze dan juist omdat het zo breed is, dat misschien soms. Ja, dat het als een betekenis eigenlijk verliest. Nou ja, dat snap ik wel. Ik merk ook wel in mijn wereld, hè, dus meditatie en dergelijke, dat er inderdaad ook bijvoorbeeld woorden zijn die ik minder gebruik, zoals het woord spiritualiteit bijvoorbeeld. Op een bepaald moment wordt dat een beetje platgeslagen. Ja. Of het woord God of zo, weet je. Daar moet je dan een beetje kijken of je daar andere termen, waardoor het weer interessant wordt en prikkelend wordt. Ja. Maar voor jou heeft geluk heeft nog wel die bruis. Ja, absoluut. Ja. Ja. En hoe moet ik het dan zien als het, want wat zei je net allemaal? Het was liefde. Liefde, vrede, tevredenheid, vrijheid, plezier, creativiteit. Ik verzin nu allemaal nieuwe woorden, maar ja, dat zit er voor mij wel in. Het grappige is, de yogis hè, in India, waar ik dan heel veel bij heb gestudeerd, die noemen de ultieme vorm van geluk, dat noemen zij bliss. En bliss betekent het geluk wat losstaat van je zintuigen. Dus het maakt niet uit waar je bent, wat voor maaltijd, in wat voor gezelschap je bent, maar het is een geluk van binnenuit. Ja, ja. En dat is eigenlijk het geluk waar ik eigenlijk naar op zoek ben. Ja, daar kan ik me ook wel wat in vinden, inderdaad. Ja. Want het is dus niet dus je hebt een lekkere maaltijd, je kijkt een leuke film, je hebt het gezellig, dan ben je niet gelukkig. Dat is eerder blijdschap misschien? Of je en het is net, we hadden het voorafgaand aan de podcast ook over verslavingen. Het is nooit genoeg. Yeah. Weet je wel, want je wil dan weer nog een andere film en nog een lekkerdere maaltijd of nog een grotere auto. Er is altijd wel weer wat natuurlijk om naar te streven. Yeah. En ik merkte dus, en dat is ook wel een belangrijke turning point in mijn leven geweest. Hè, dus ik kwam op een bepaald moment op een punt in mijn leven waarop ik voor mijn gevoel alles had. Hè, in de tijd met Lois Lane, de gouden platen, prachtige vrouw. We gingen toeren met Prince. Een waanzinnig platencontract. Veel muziek gemaakt voor Dick Maas, et cetera. Maar niet gelukkig. Omdat er altijd weer iets was waar ik naar bleef streven. Ik bleef maar rennen. En toen ben ik gaan zoeken van, of ik mezelf die vraag gesteld van, ja, maar als ik nu nog niet gelukkig ben, wat is geluk dan eigenlijk, weet je wel? En dan ga je naar binnen kijken en toen realiseerde ik me, ja, geluk zit in mij. Dat is eigenlijk niet af. Ja, kijk, helemaal los van omstandigheden is denk ik ook niet realistisch. Want als je, geen eten hebt, bijvoorbeeld, of geen dak boven je hoofd, dan is het best moeilijk, denk ik, om dat innerlijke geluk te voelen. Aan de andere kant heb ik in India veel mensen ontmoet die heel weinig hadden, maar echt van binnenuit straalden. Ja. Gewoon een innerlijk geluk hadden, wat echt heel mooi is om te zien. Ja, maar dat is weinig, niet niks natuurlijk. Nee, niet niks. Ja. Dus het is wel een soort ondergrens, denk ik.
van wat je nodig hebt. Maar veel yogis die ik daar ontmoette, die leven ook best wel heel erg ascetisch. Ja. Ja. Bewust, want ze willen zich niet laten afleiden door, nou ja, een te rijke maaltijd of een seksueel aantrekkelijke vrouw, weet je wel. Dus ik heb ook een periode gehad, ik heb 14 jaar lang ook bewust heel veel afstand genomen van alles wat mij buiten mezelf kon trekken. Ik heb 14 jaar celibatair geleefd, ook zonder seks. En heel simpel eten, geen grote rijkdom, vroeg op, geen hippe kleding. En dat werkt heel erg goed, omdat als je dat allemaal buiten jezelf soort van weglaat, dan moet je wel dat geluk ergens anders vandaan halen. En in het begin is dat echt afkicken. Dat is echt afkicken voor al die shotjes die je eigenlijk de hele tijd haalt om weer geëntertained te worden en je weer lekker te voelen en blitz en la. En dat valt allemaal weg en in het begin val je in een soort gat. En dan als je daar doorheen durft te bewegen, dan op een gegeven moment dan, ja, ik noem het wel eens, het licht gaat dan van binnen aan. Dat. En waarom leef je niet meer zo? Omdat na 14 jaar, het leven gaat vaak in het cycli van 7, hè, er bij mij... Is dat zo, ja? Ja, kijk maar eens terug op je leven. De 7-year itch noemen ze het ook wel. Hè? Van, nou, elke 7 jaar is er vaak een soort nieuwe fase die er aanbreekt. 7, 14, 21, 28, 28 is dan de quarter life crisis. En heel grappig om naar te kijken. Ik herken het wel trouwens. Ja, ja heel veel mensen. Maar nee, bij mij was het zo na die 14 jaar dat ik dacht van oké, ik kan dit nog wel 14 jaar doen. Het is prachtig. Maar ik voelde van... ik had me toch wel enigszins teruggetrokken uit de wereld, zou je kunnen zeggen. En dat het voor mij een grotere uitdaging was nu om dat wat ik had gevonden aan innerlijke rijkdom, om te kijken of ik een manier kon vinden om dat te delen met andere mensen en in de wereld te zijn, maar wel dat lijntje met de bron, of hoe je dat ook noemen wil, intact te houden. Ja, dus je kan dat delen zonder zelf... als het ware als Katie's of Stoïcijns te leven. Ja, maar wel het dus te hebben gedaan. Ja, dat bedoel, is dat nodig om tot geluk te kunnen komen? Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat als je echt dat innerlijke geluk wil vinden... Kijk, je hoeft niet 14 jaar, dat zou ik ook niemand aanraden. En sowieso celibatair leven is niet iets wat ik zoiets heb van dat moet je doen. Maar ik denk wel dat het een periode goed is om gewoon eens echt goed naar je leven te kijken en je af te vragen van oké, waar haal ik al mijn kicks vandaan? En kan ik ook zonder? Hè? Ik neem bijvoorbeeld mensen 3 keer per jaar mee op stilte-retraites van een week ongeveer. En wat je dan ziet is dat, nou, mensen mogen niet hun telefoon gebruiken, geen computer, niet lezen, niet praten. Dus je wordt heel erg op jezelf teruggeworpen. En dan zie je vaak dat de eerste dag, de eerste 2 dagen vaak echt een innerlijke worsteling bij mensen is, weet je. Je ziet ze gewoon van, oh shit, ik mis mijn computer, ik mis mijn kinderen, ik mis mijn kicks. Is geen entertainment, ik zit hier maar een beetje te zitten. Waarom doe ik dit? Ik heb er nog geld voor betaald ook. En dat zie je gewoon gebeuren van binnen, weet je wel. En dan komt er een moment, meestal de 3e dag, dat ze daar als het ware doorheen vallen en dan op een diepere laag in zichzelf komen. En dat is echt het gevoel van thuiskomen. Een beetje wat je nog misschien herinnert van je kindertijd. Dat je gewoon gelukkig was. Hmm. Zonder meer, weet je wel. Yeah. Je was gewoon blij. En het leven was een avontuur. En er was geen stress. Er waren geen deadlines. Er was geen doel zelfs. Maar je was gewoon. En dan zie je dus dat bij mensen het licht aangaat van binnen. Je ziet het in hun ogen. Er komt een soort een glimlach en een soort... Rust. Ja. Rust. En nou ja, het is heel ontroerend om ook na die week dan de ervaringen van mensen te horen. Wat ze echt, het is voor heel veel mensen een before and after. Ja. Er is zoveel geshift dan. En dat heeft toch te maken met dat je even uit je patronen stapt. Je verslavingen, want we hebben best heel veel verslavingen, als we heel eerlijk zijn. Ja. Gewoon laat, weet je, dus niet aan toegeeft. En dan kijken of je, nou ja, of dat innerlijke licht weer aan kan gaan. Zodat het geluk niet afhankelijk is van je vriendin, Netflix, whatever. Maar echt van binnenuit kan komen. Ja. Jij gaf dus inderdaad aan, op een gegeven moment was je best wel succesvol. En
realiseerde je inderdaad dat je toch niet gelukkig was. Ja. Maar hoe realiseerde jij je dan dat je niet nog verder buiten moest zoeken, maar naar binnen moest gaan? Hoe wist je dat? Ja, mooie vraag. Tot dan toe had ik het heel erg buiten mezelf gezocht. En daar is niks mis mee. Hè? Dus het was niet dat ik dacht van, oh man, ik ben gewoon 28 jaar, ook weer trouwens, dat gebeurde op mijn 28ste, verkeerd bezig geweest. Maar het was meer van, ik had het eind van de end of the line bereikt. Een soort van, weet je wel, nog een gouden plaat. Ja, want die drie die er al hingen, die hadden me ook niet echt gelukkig gemaakt of zo, weet je wel. Of nog een gitaar. En dus er kwam een punt waarin ik me realiseerde van, nou, dat gaat me niet gelukkiger maken. Maar wat ik me ook realiseerde, is dat ik nog steeds niet gelukkig was. En dat merkte ik omdat ik altijd aan het jagen was. Ik was altijd weer, er moest weer een nieuwe hit geschreven worden. Er moest een nieuw doel bereikt worden. Ik had nooit echt dat ik lekker achterover kon zitten en kon voelen van, het is goed zo, weet je wel. Ik ben tevreden. En dat uitte zich bij mij bijvoorbeeld doordat ik steeds meer drugs ging gebruiken. En niet heel veel harddrugs, ik heb nooit heroïne gebruikt, maar veel blowen bijvoorbeeld. Om die onrust in mezelf te dempen, weet je wel. Ook wel drank en zo. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, weet je wel, hoe lang kan ik hiermee doorgaan tot ik een keertje omval? Want ja, het is natuurlijk toch slopend. En toen kwam er echt een punt dat ik me realiseerde van, oké, ik ben niet gelukkig. Dat moet ik onder ogen zien. Maar ik dacht altijd dat dit mij gelukkig zou maken. En dat is dus niet zo. Maar wat is dan geluk? Dat was eigenlijk de vraag waar ik toen mee aan de slag ging. Ja, je ging het je eigenlijk een soort van bewust maken. Ja, ik werd me bewust dat ik ongelukkig was. Mm. Wat op zich al een grote stap is. Want ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat heel veel mensen ongelukkig zijn in onze samenleving. Heel veel mensen doen niet wat ze echt zouden willen doen. De meeste, ik weet dat omdat ik vaak aan mensen vraag van, doe je wat je echt wil doen? Hè? Leef je je bliss, zoals ze dat noemen? Mm. Of je leef je, je missie, je zielsmissie, weet je wel. En heel veel mensen zeggen van, eerlijk gezegd niet echt, weet je wel. Want ik vind mijn werk wel oké, maar niet echt heel erg leuk. Ik zit wel in een oké relatie, maar het is nou ook weer niet dat ik zeg van, yes, weet je wel. Dus er is een soort stil lijden. Ik denk ook dat heel veel mensen ergens gewoon slaaf zijn geworden van de economie waarin we zitten. Ik zag laatst een poster van Loesje en er stond op, de mens is toch niet op aarde om de economie in stand te houden. Weet je wel? Maar als je kijkt, heel veel mensen leven wel zo. Weet je? Gewoon, en maar door. Om de hypotheek en de kinderen naar de crash en de, weet je wel, dat. En dan s'avonds dood moet thuiskomen, Netflix. En dag in, dag uit, dag in, dag uit. Dus daar moet je je eerst bewust van worden van, ik ben niet gelukkig. Maar dat is op zich al heel pittig om onder ogen te komen. Ja. Want dat betekent ook dat je misschien iets moet gaan veranderen. Ja. Dat je misschien wel je werk moet stoppen. Of je relatie. Of weet ik veel wat. En dan is de volgende stap. Oké, het zit dus niet buiten mezelf. Maar het zit in mezelf. En hoe kan ik dat dan weer in mezelf aanzetten, als het ware. Dat geluk terugvinden. Ja, dat is een goede vraag. Hoe doe je dat? Ja, het antwoord voor mij is heel simpel. Het is herinnering. Want we kennen het allemaal. Het feit dat we streven naar geluk, elk mens, denk ik, is omdat we het hebben gekend. Ja, je kunt niet naar cappuccino verlangen als je het nooit hebt gedronken. Oh ja, wat je net zei, met dat je naar je kindertijd terugdenkt. Bijvoorbeeld. Ja. En ergens, er is altijd wel een moment in ieder van ons waarin we dat hadden, dat voelden. En zelfs als je het niet kent uit je kindertijd, dan kun je er nog bij. En ik weet dat omdat ik heb heel veel meditatielessen gegeven in de Bijlmerbaaiers aan Druksteen in Quente. En wat ik vaak doe met mensen als ik meditatielessen geef, dan zeg ik van, ga eens terug om te beginnen naar momenten in je leven waarin je nog gelukkig was. Of waarin je nog vrede kende. Hmm. Waarin het gewoon goed was, punt. En in de Bijlmerbaaiers, tot mijn consternatie, hoorde ik dus heel veel mannen zeggen, ja, dat is er gewoon nooit geweest.
Ik ben gewoon, ik kan me niet herinneren dat er ooit een moment in mijn leven is geweest waarin het gewoon oké was. Het was altijd die dronken vader of die overspannen moeder of überhaupt geen ouders. Of... En toen realiseerde ik me ook, oké, dat is waarschijnlijk waarom jij hier nu bent, weet je wel. Want er is, ja. je hebt gewoon geen basis. Maar als je gaat mediteren, dan kom je op een gegeven moment op een plek in jezelf die, ja, ik noem dat de ziel of jouw spirit. En die is nog volledig intact. Ja. Weet je, er is iets in ons allemaal waar heel veel mensen gewoon niet meer zijn. Want we zitten in onze. Wij zijn geïdentificeerd met onze persoonlijkheid, met onze gedachten, met van alles. Ons werk, ons geloof. Maar dat is er nog steeds. En dat is voor mij waar meditatie over gaat. Meditatie betekent ook eigenlijk letterlijk in het midden staan. In de center. Het oog van de orkaan. Waar je nog heel bent, waar je thuis bent. En daarom zeg ik ook, het is herinnering. Je hoeft het je alleen maar te herinneren. Ja, dus die ziel, dat middenpunt, dat is puur alles wat... Ja. Ja, hoe jij je voelt als lichamelijk, dat kan niks aan die ziel veranderen. Nee, er is iets wat altijd intact is gebleven. Een licht in jou, ja. Waar je altijd naartoe terug kan. En ik weet dat echt uit ervaring, want ik heb dus in de Bahamabaai heel veel jongens gezien die super ver van huis waren. Echt alles kwijt waren, inclusief letterlijk hun vrijheid, weet je wel. En in meditatie weer terugkwamen in die stille, vredevolle, liefdevolle ruimte. En dan echt gewoon helemaal in bliss zaten van, wauw, dit is het gewoon. En echt levensveranderend. Wat ze ook, heel grappig, wat heel veel jongens deden, was hun tv op de gang zetten. Ze wilden gewoon niet meer afgeleid worden door van alles. En gingen het innerlijke pad. En die jongens, die zag ik ook nooit meer terug. Want ik heb daar jaren les gegeven en 80% van alle drugstijden ik werd valt terug. Dus die zie je gewoon een paar maanden later, zie je ze. Ja. Korte straffen meestal, want ja, het gaat ook niet over moorden meestal, maar over diefstal en dat soort dingen. En dus heel veel jongens, ja, die vallen weer terug. Maar die jongens die dit pakten, die dit voelden en ervaarden in zichzelf, die zag ik nooit meer. Er was echt iets veranderd. Maar het klinkt nu best wel makkelijk om tot dat punt te komen. Ik kan me ook voorstellen dat het best wel een lastige reis is om daarheen te gaan, toch? Ja, maar het grappige is, het is ook makkelijk in zoverre. Kijk, het is moeilijk als je identificeert met je vorm, met je werk, met je geloof, met je huidskleur, met je seks. Tegenwoordig LGBTQ, allemaal weer hokjes. Dan is het heel moeilijk. Maar op het moment dat je in staat bent om daar als het ware even uit te stappen, wat heel erg helpt, is glimlachen. Humor is waarschijnlijk de belangrijkste eigenschap als het gaat over thuiskomen bij jezelf. Dat je kunt lachen om al die gedachten, al jouw meningen, al jouw conditioneringen, al je oordelen. Het is allemaal gelul, namelijk. Dus het is gewoon niet wie je bent. En als je daarom kunt glimlachen, dat is ook waarom Boeddha natuurlijk altijd met een glimlach wordt, dan houdt het gewoon door. Oh, ja, dat ben ik allemaal niet. Dan kom je vanzelf op een plek waar al die excusele mode, al die bullshit gewoon, het is gewoon daar. En jij bent hier. En dan gaat dat licht weer aan. Dus aan de ene kant is het moeilijk in zoverre dat onze samenleving bijna niks anders doet dan je er vandaan halen. Als kind ga je al heel vroeg, word je geconditioneerd. Je moet naar school, je moet leren. Terwijl kindjes het van nature volgens mij gewoon hebben. Maar tegelijkertijd is het ook het allermakkelijkste wat er is, want het is wie je bent. Ja. En ben je dan verlicht? Ja. We spreken nu over verlichting. Ja, daar spreken we precies over. Nou, dat is ook, denk ik, de uitspraak die ik het meest heb gebruikt in al mijn boeken en lessen. Je bent al lang verlicht. Hou op met te zoeken naar verlichting. En dat geldt ook voor geluk. Hou op met te zoeken naar geluk, want je gaat het nooit vinden. Een zoeker gaat namelijk nooit vinden. Die is op zoek. Maar je moet op een punt komen die realiseert, maar het is er al. Ik ben aan het zoeken, maar het is al lang hier. Alsof je je autosleutels zoekt, maar ze zaten al die tijd al in je broekzak. Dat voorbeeld van die koningin met haar halsketting. Ja, ja. Dat is typisch zo'n voorbeeld. Van, ja, je zoekt overal, maar het is er al. Ja. Maar hoe kom je dan zo ver van jezelf af te staan? Hoe kan het dat iedereen dat heeft? Nou, dat is ook een interessante vraag. Kijk, mensen vragen me dat wel eens. Hè, van waarom moeten we een ego ontwikkelen? Want daar hebben we het dan eigenlijk over. Schijnidentiteit in zekere zin. Om vervolgens, als we 28 of 42 of wanneer dan ook,
erachter komen van, oh ja, dat ben ik niet. En dan weer de zoektocht naar binnen moeten maken. Maar ja, het hoort bij dit leven. En het ego, jouw persoonlijkheid is dat eigenlijk, is ook niet fout. Dat vind ik heel belangrijk om te benoemen. Want in veel spirituele kringen wordt wel eens gezegd van, ja, je moet van je ego af. Of de mind is de grote vijand. Maar dat is niet zo. Dat ego is super functioneel. En je moet juist een heel krachtig ego hebben. Alleen, je moet je er niet mee identificeren. En dat is wat er met ons gebeurt. Dus wij vergeten dat we de ziel zijn die een rol spelen door middel van ons ego, door middel van ons lichaam. Maar we zijn niet die rol. We zijn niet ons ego. En daar gaat het mis met identificatie. Ja, dat is eigenlijk waar alle problemen uit in alle problemen die wij in de wereld hebben, komen voort uit verkeerde identificaties. Met je huidskleur, je geld, je geloof, je gender. Ben je een wappie, ben je geen wappie? Het zijn allemaal identificaties. En die komen allemaal tegenover Ajax, Feyenoord, Hindoes, Moslims, Amerikanen, Russen, Trump, Biden, weet je wel. Daar gaat het allemaal niet om. We zijn iets anders. Ja. Ja, je doet het ook zo. Ja, dus dit gebaar wordt natuurlijk heel vaak gemaakt, hè? En dat betekent gewoon, ga weer in het midden staan. Het is centerend. Dat is het. Ja, dit klinkt op zich best wel logisch, ook wel een beetje. Ja. Ja. Terwijl aan de ene kant, als je het over spiritualiteit hebt, het is ook wel vaak heel erg, zweverig. Ja. En ik denk dat ik er tegenwoordig wel een beetje een schild voor heb gekregen. Ja. Door al die afleveringen. Want in het begin was ik ook wel heel erg van zweverigheid. Ja. Oeh, dat, eng. Ja, precies. Ik denk dat ik er nu op zich wel veel kan hebben. Ja. Alleen, bijvoorbeeld als ik op je YouTube kanaal kijk, sommige, als je het hebt over astral planes en zo, dan vind ik dat, dan komt het bij mij toch, is voor mij dan wel weer iets te zweverig. Een stapje te ver. Ja. Snap ik. Maar hoe werkt dat dan? Nou kijk, voor mij is het zo dat ik heb er een soort sport van gemaakt. En dat mislukt dus af en toe bij de astral planes. Maar om dingen juist heel simpel te brengen. Dus toen ik begon met meditatie, toen was er geen YouTube. Er was überhaupt geen internet. Dus ik moest echt naar de bron. Ik moest letterlijk naar India. Ja. Om van die gasten in oranje jurken en klotters boter op hun hoofd te leren wat meditatie was. Maar dan, elke keer kwam ik weer terug in Amsterdam en dacht ik van, oké, dit is heel exotisch en heel mystiek. Maar wat is het nou eigenlijk? Weet je? Gewoon praktisch. En hoe kan ik dat hier in dit leven, wat wij hier leiden, toepassen? Dus toen ben ik mijn best gaan doen eigenlijk om dat in hele gewone termen terug te vertalen en heel simpel te maken. Nou, mijn eerste boek heet ook Spoedcursus Verlichting. Mm-hmm. Weet je wel, het gewoon een soort van, hou op met moeilijk doen. Het is eigenlijk heel simpel. Ja. Ik probeer om juist al die ingewikkelde woorden en terminologieën te vermijden en het zo basic mogelijk te maken. Ja, het is een beetje die Indiase spiritualiteit, terminologie, dat zet je in een soort van westers jasje als het ware. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik moet natuurlijk ook zeggen, ik zag dat en ik heb verder ook niet verder gekeken of zo. Nee. Ik ben dan heel simpel, dan ga ik gewoon naar de volgende video. Ja. Nee, en dat hele astrale gebeuren, dat is eigenlijk meer timebender. Dit boek, wat ik in 2019 heb geschreven, is voor heel veel mensen denk ik een stap te ver. Omdat... voor mij is dit een soort next level, weet je wel. Dus meditatie is eigenlijk vrij basic. Je contact maken met jouw eigen oorsprong, jouw ziel, jouw spirit. En dat is helemaal niet zo moeilijk, want dat is een kwestie van herinneren. En vervolgens, en het gaat bijna vanzelf, contact maken met source. En dat kun je God noemen of de bron, weet je wel. Dat maakt, eigenlijk moet je daar geen woord aan geven. Maar, en dan voel je op het moment dat je naar binnen gaat... vanzelf voel je van, wauw, weet je wel, ik kom nu in contact met iets wat veel groter is dan ik, waar ik ook deel van ben, wat liefde is, wat vrede is en wat uiteindelijk superveel vervulling geeft. En dan heb je ook heel weinig nodig. Dus die yoga, ik had heel weinig nodig, want ik was gewoon aangesloten op de bron, min of meer permanent. Dus alsof je vingers in stopcontacten, van er komt gewoon altijd wel energie binnen, weet je wel zo. Maar toen begon ik me ook wel een aantal jaar terug af te vragen van, oké, daar is dan God en ik ben hier. Maar wat zit er allemaal tussen? Wat zijn dan die engelen en wat zijn dan die ET's? En wat zijn al die dimensies? En,
En wonen er wezens op Pluto? En weet je wel, dat hele universum, waar natuurlijk ook van alles en nog wat gebeurt. En dan krijg je het ook over astral planes en dat soort dingen. En dat is waar Timebender meer over gaat. Dus echt een soort, voor mijn gevoel, een soort next level. Ja, want is dat als het ware een beschrijving van hoe het allemaal zit? Of is dat eerder metaforisch bedoeld? Of? Nou, ik heb het in de vorm van een roman geschreven. Mm-hmm. En dat is de eerste keer dat ik dat heb gedaan. Ik heb 7 boeken geschreven. Dit is mijn enige tot nu toe roman. En ik heb dat bewust gedaan omdat er zit wel heel veel kennis in. En ook wel heel veel onderzocht. Ik heb heel veel gestudeerd om die kennis te krijgen. Alleen, ik dacht, als ik dit ga opschrijven als van, nou, dames en heren, dit is de nieuwe waarheid. Zo, ja, dan word ik direct afgeschoten. Dus dat ga ik niet doen. Ik maak er een roman van. En dan mag iedereen ervan vinden wat hij wil. Weet veilig je wel? Hoor, ja. Ja, het is een soort truc ook van de informatie. Nou, een beetje wat Dan Brown ook deed. Dat was eigenlijk een beetje, of doet. Mijn voorbeeld, jullie kennen Dan Brown? Ja, qua naam. Ja, dus hij heeft dan bijvoorbeeld, waar heeft hij het dan over? De Graal, weet je wel? De zoektocht naar de Graal. Mm-hmm. Dat is volgens mij zijn eerste boek. Ik ben even vergeten hoe het heet. Nou ja, maakt ook niet uit. Maar heel veel informatie over de tempeliers en de vrijmetselaars en de verborgen geschiedenis van de kerk en Jezus en al die. Mm. Die heeft hij dan in een hele spannende roman, waardoor het echt een lekkere page-turner is. En er is ook een goede film van gemaakt en zo. Maar ondertussen leer je een hoop. Ja. Ja, ik denk dat ook wel de beste manier is. Tenminste, ik vind dat ook de fijnste manier om wijsheid te vergaren is door romans. Ja, exact. Je denkt als mens zijn er ook gewoon in verhalen over het algemeen. Ja, ja. Dus dit is gewoon een spannend verhaal. Ja, ja, Echt wel een page-turner. Maar ondertussen, want de feedback die ik van mensen krijg is van, wauw, eindelijk vallen de puzzelstukjes op zijn plaats. Want dit gaat eigenlijk over de verborgen geschiedenis van de mensheid. Die is veel groter dan onze geschiedenisboekjes ons vertellen. Mm-hmm. En een heleboel dingen die in onze geschiedenisboekjes staan, die kloppen ook eigenlijk niet. Dus dat is ook heel interessant. Althans, volgens Timebender dan, hè? Niet volgens mij. Heel safe, ja. En waar het ook heel erg over gaat, is het veel grotere kosmische verhaal waar wij deel van zijn. Want de aarde is maar een stukje van een veel groter verhaal waar we allemaal deel van uitmaken. Dus daar gaat het over. En dat is toen ik het schreef, ik had mijn contract met AW Bruna, waar ik dus 6 boeken voor had geschreven, was toen afgelopen. Dus ik was vrij om te schrijven wat ik wilde eigenlijk. En toen het klaar was, toen dacht ik van nou, toch even naar AW Bruna toesturen, weet je wel. Ik vond zelf namelijk een heel goed boek. En de man die ik daar kende, die belde mij de volgende ochtend op. En ik had het aan het eind van de dag, had ik het toegestuurd, het manuscript. Ik moet je spreken. En dus ik had zoiets van, oh, nou ja, dat is kat in het bakkie, weet je. Hij heeft het Want hij had het gelezen, dat zei hij ook nog. Ik heb de hele nacht doorgelezen. Okay. Ik moet je spreken. Ik denk, nou, te gek, weet je. Dat wordt weer een contract. En hij zei, het is een te gek boek, maar we kunnen dit niet uitgeven. Dit is te weird. En ook voor een niche. Het is niet voor een groot publiek. Ja, en zei hij, Tijn, je hebt een goede reputatie. Doe dit nou niet. Verpeste reputatie nou niet. Ja. Dus toen heb ik het naar Cosmos gestuurd. Dus andere grote, enigszins spirituele uitgever in Nederland. Nou, hetzelfde verhaal. Volgende dag, ik moet je spreken. Wiete Bruin. Hetzelfde verhaal eigenlijk. Geweldig boek, maar kan het niet uitgeven. Dus dan uiteindelijk heb ik het zelf uitgegeven. En daar ben ik nu heel blij om, want het heeft ontzettend veel exemplaren verkocht. En ik hoef dat dus niet, zoals vroeger, bij een uitgever krijg je 8% of zo. En nu krijg ik in principe de volle map. Maar is je reputatie nu verpest? Volgens mij niet. Ik zit hier nog steeds. Ja, precies. Ja. Maar jullie hebben het nog niet gelezen? Nee. Nog niet. Nee. Ah, oké. Ja, dus ja, dat kan nog, hè? Als ik het binnenkort uit heb, dan hou je maar nooit deze podcast. Precies. Dus onze reputatie die ook verpest. Ja, shit, mijn reputatie. Nee, maar het is wel gek dat dit dan, dat mensen het niet wilden uitgeven. Omdat het, voor jou is het waarheid als het ware, toch? Ja. Dit is hoe het allemaal zit. Ja, kijk, ik weet niet de hele waarheid natuurlijk. Nee, okay. Maar ik weet wel, ik heb altijd wel getwijfeld aan het verhaal van dat wij ooit een aap waren. En dat we dan uiteindelijk zijn geworden wie we nu zijn. Er is gewoon een missing link, en dat weten wetenschappers ook. Van ja, waar is die sprong dan gemaakt? Ja. En waar dit heel erg over gaat, is dat wij door de millennia heen ook geholpen zijn.
En dat er ook, hoe zeg je dat, ingegrepen is in onze ontwikkeling. En als je dat eenmaal weet, dan zie je dat ook in alle geschriften terug. Weet je wel, er is in de Egyptische cultuur, maar ook in de Bijbel, hè, wordt er gezegd van toen de goden nog op aarde waren en zo. Dus het staat er allemaal wel. Alleen wij denken dan van ja, maar dat is metaforisch. Nee, die waren er. Maar die goden, dat waren niet goden, maar dat waren dus buitenaardse, die dus verder waren in hun ontwikkeling dan wij. Die dus op een gegeven moment op aarde ons hebben geholpen, zetjes hebben gegeven, informatie hebben gegeven. En soms ook met ons hebben geklooid, waardoor we in ontwikkeling weer naar beneden gingen. Is het een beetje van die ancient alien-achtige... Ja. Dat verhaal. Graham Hancock, ik weet niet of je... Ik weet hier helemaal niks van af. Ik kom hier ook heel lastig in, moet ik zeggen, hoor. Ja. Ik vind het wel heel interessant om over na te denken, maar wat jij zegt van... Ik zie dat juist allemaal wel als metafoor. Is wel een hele nuttige metafoor. Tuurlijk. Maar wel een hele, hele mooie metafoor. Maar zo heb ik het ook altijd gezien als, als metafoor is. Maar op het moment dat je gaat denken van... Oké, maar misschien was dat echt wel zo. Eén klein voorbeeldje, en dan kom jij er misschien ook iets beter in. Bij mij is het ook begonnen jaren geleden bij een boek van Graham Hancock, een onderzoeker, die zich afvroeg hoe kan het dat op aarde... structuren staan waar wij niets van begrijpen, die we ook niet kunnen nabouwen, die gewoon veel verder technologisch zijn dan wij, bijvoorbeeld de piramides. Zoals piramides, ja. Piramides, ja. Maar er zijn er heel veel, hè. Ook in Zuid-Amerika heb je ook allerlei bouwwerken met gigantische stenen die we vandaag de dag nog niet eens, met één, er zijn twee hijskranen op de wereld die dat kunnen. Nou ja, goed, weet je wel. En ook helemaal naadloos op elkaar aansluiten. Je kunt er nog niet eens een creditcard tussen krijgen. Hoe dan? Ja. Met wat voor technologie? In onze geschiedenis wordt er gezegd van ja, maar wij waren aapachtigen in die tijd, weet je wel, misschien ietsjes verder ontwikkeld. Maar dat is dus niet zo. Er was ooit een beschaving op aarde die veel verder was in de ontwikkeling. Dus dat is al heel raar. Nou ja, en als je dat eenmaal... aapachtig is natuurlijk veel verder daarvoor nog. Ja, maar dan nog is er blijkbaar ooit een tijd geweest, de Egyptische tijd. En de Sphinx is trouwens nog veel ouder, hè? Dat is inmiddels ook bewezen. Ja, klopt. We snappen daar gewoon niks van. Hoe dat technologisch gebouwd is en ook de architectuur, hoe dat precies op de Noord-Zuidas staat, dat al die hoeken perfect geconstrueerd zijn. Hoe dan? En wie deed dat? Ja, maar ik zie niet helemaal hoe de link met buitenaardse wezens dan wordt gelegd. Als in het feit dat we niet weten hoe mensen dat konden doen, betekent niet dat mensen het niet hebben gedaan. Nee, maar het betekent wel dat er dus ooit andere beschavingen op aarde zijn geweest. Hogere beschavingen, technologisch verder dan wij nu. Ja. En dat is niet iets wat ons geschiedenisboekje ontstelt. Dus daar begint het al. Nee, daar begint dan de zoektocht, weet je wel. Ja. En dan ga je verder en ga je verder en dan kom je erachter van... maar wacht eens even. Er worden ook gewoon ruimtewezens afgebeeld op de hiëroglyphen. Dat zie je gewoon. Maar je moet even met een andere blik kijken. Dat je niet denkt van, ja, maar dat is metaforisch. Hmm. Nee, misschien was dat ook echt zo. Ik zeg niet dat het zo is, hè. Hmm. Maar open mind, who knows? Ja. En op welke manier, heeft het nog met spiritualiteit te maken? Of zijn dit weer... Kom je als het ware met een soort van spirituele zoektocht, kom je dan uit bij die wezens? Kom je weer in materialisme terug eigenlijk? precies. Ja, nou ja, voor mij is dit een soort van logische volgende stap of zo. Hmm. Dat ik het ook in een grotere context wil zeggen, maar ik denk niet dat dit voor iedereen is. Hmm. En ik denk, het zou voor mij, wat mij betreft al fantastisch zijn als meer mensen op aarde gewoon naar binnen zouden kijken. Ja. Niet per se. Dit is gewoon... Ja, voor mij was dat een soort van logische volgende stap. Maar als het gaat over waar we het vanavond over hebben, over geluk... Ja. Dan is gewoon naar binnen kijken meer dan genoeg. Ja. Nou, je hebt toch ook als mensen DMT of zo doen, dat ze allemaal aliens... Ik moest daar een beetje aan denken. Ja. Misschien omdat dat het op zo'n manier toch met elkaar verbonden is. Zeker. Ik ben... onder andere met Binky, die je ook af en toe voorbij ziet komen met de fluit, naar Colombia geweest. Mm-hmm. En zij kent daar veel shamanen. Zij heeft ook lang gewoond. En daar hebben we dus ook ayahuasca gebruikt. Oh, vet. Ja. Oh, ja. En dan kom je dus inderdaad... En dan zie je dus dingen die je ook gewoon... Ja, je kunt zeggen het is een hallucinatie. Maar het voelt zo echt op dat moment. Het is zo... Ja, het gaat echt een wereld voor je open. Ja, want heeft dat jou veranderd als het ware? Heeft dat jou inderdaad voor jou een extra oog opengezet? Ja,
Ja, het is... Het heeft me niet per se iets laten zien wat ik niet al vermoedde. Hmm. Maar het was echt een bevestiging. Bevestiging. Ja, want het laat natuurlijk dingen zien die al in je zitten natuurlijk. Ja. Het maakt het misschien duidelijk. Het legt nieuwe verbindingen of zo. Ja. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd omdat... Ja, want zijn er dingen die in je zitten die je ziet? Of denk jij van niet? Kijk, als je ervan uitgaat dat wij allemaal... eigenlijk alles zijn. We zijn allemaal één en we komen allemaal uit source. Dan bestaat er feitelijk niet iets buiten jou. Theoretisch dan, weet je wel. Dus uiteindelijk denk ik dat je voortdurend eigenlijk in de spiegel kijkt met alles. Maar het voelt wel alsof je echt mee wordt genomen op een reis door de kosmos. Waar je dus heel veel van die dingen die hierin ook staan, heb ik ook wel echt zo toen gezien in meerdere van die reizen. En ook dat je heel erg in contact komt met moeder aarde. En dat vond ik ook heel fascinerend, dat de aarde echt een levend wezen is. Weet je wel? Want ik, tot dan toe dacht, had ik ook zoiets, ja, de aarde, het is een broksteen die door het universum suist. Ja, tegelijkertijd ook natuurlijk. Ja, dat is het ook, inderdaad. Maar dan kom je dus in contact met het leven van de aarde, maar ook met je eigen innerlijk leven en met al het leven in de kosmos of zo. Het is ook heel moeilijk te beschrijven, vind ik altijd. Ja, want als je zo'n ayahuasca-ritueel doet, ga je dan naar binnen of naar buiten? Ja, of het wordt één. Ja, of omdat het dus al die sources doe je tegelijkertijd. Ja, weet je wat het ook is met ayahuasca? Iedereen heeft andere ervaringen. Oh ja. Dus het is ook moeilijk, want en ik ook, want ik denk dat ik het misschien in mijn leven 10 of zo een keer heb gedaan. En de eerste keer was gewoon super heerlijk, licht, liefde, verbonden met alles. Wat je wel een soort van bijna doodervaring als mensen, weet je wel. Een soort van wauw, weet je wel. Dus ik had zoiets van, nou, dit ga ik elke week doen, weet je wel. Dat is helemaal te gek dit. En toen, oppassen, ja. Ja, en toen de volgende keer, toen schoot ik eerst omhoog en kwam ik weer in die heavenly space terecht. En daarna knalde ik naar beneden. En kwam ik in een soort onderaardse, hele donkere, krioelende met insecten. En alles was dood en verderf. En alles ging verrotten en alles. Het was heel eng. Ja. Weet je wel? Dus dat. Maar goed, dat is ook een aspect van het leven natuurlijk. Ja, dat zijn de twee zijden, als het ware. Precies. Dus ayahuasca gaat echt met je aan de haal. Ja. En ja, dat is het leuke, maar het is ook een beetje het enge ervan. En ik zou ook echt mensen, stel dat je geïnteresseerd bent, echt willen aanraden. Doe het op het moment dat je een goede space bent in jezelf. Niet van, ik ben helemaal de weg kwijt, ik ga maar ayahuasca doen. Want dan... Laatste gap. Doe dat niet. En het is ook echt niet iets wat je in je uppie moet doen. Sowieso niet, weet je. Het is echt met hele goede begeleiding. En denk er een paar keer goed over na. En wat ze ook zeggen, dat vind ik ook wel mooi. Het roept jou. Dus niet van, al mijn vrienden doen het, dan ga ik het ook doen. Nee, je moet echt van binnen voelen of geroepen worden door die plant, als het ware, van oké, nu is je tijd. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je het ook recreatief doet of zo. Nee, daarvoor is het gewoon ook, het is helemaal niet leuk. Je bent hartstikke misselijk. Ja. Je moet overgeven. Het is niet een leuke partydrug of zo. Dat is veel te heftig. Hij komt ergens op een 8 of zo. Oh, ayahuasca doen. Nee, maar er staat gewoon een tuil naast je. Of een kuil. Ja, niet iedereen, maar ik denk 90% van de mensen die moeten heel erg overgeven. Het is echt gewoon. Maar ja, het gekke is dat ook weer een. En dat noemen ze het purging. Hè? Dus het voelt ook alsof je gewoon al je. Letterlijk je shit en je eruit aan het. Gooien bent. Het is de volgende dag voel je helemaal te gek. Het is echt alsof je door de Dark Night of the Soul bent gegaan, echt je demonen hebt aangekeken en ze er op een gegeven moment ook letterlijk hebt uitgegooid of geschreeuwd. Hè. Dus mensen gaan best ver als je met een groep bent. Je doet het bijna altijd in een groep. Dat iemand ligt daar te huilen en een ander die is daar aan het schreeuwen en de volgende die is door de modder aan het rollen en weet je wat. Dat gebeurt allemaal ook om je heen, dus dat wordt ook in jezelf aangewakkerd. Dat gaat een nacht door. En nogmaals, niet leuk voor op een feestje. Nee, het is geen Het lijkt me heel fascinerend om daar nuchter naast te staan en te kijken. Ja. Wat iedereen Ja, shamanen die hebben de tijd van hun leven. Ja. Daarom doen ze het ook, gewoon omdat ze willen lachen. Ja, het is heel intens. Maar goed, ja. Je moet er wel respect voor hebben. Dus. Je moet er echt respect voor hebben en aan toe zijn. Ja.
Hoe zie jij een beetje de toekomst als het aankomt op spiritualiteit? Dan bedoel ik niet letterlijk de toekomst, maar hè, zoals ik net al zei, ik begin best wel dat schild dat naar beneden te halen voor de dingen die zweverig zijn. En ja. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen dat tegenwoordig wel hebben. Of tenminste, spiritualiteit komt een beetje op. Ja, dat gevoel heb ik. Ja. Ik weet niet of dat zo is. Nee, zeker. Ja. Boeddha is de nieuwe tuinkabouter, toch? Ja. Dat is wel waar. Ja, is dat volgens jou ook spiritualiteit? Nou, kijk, het wordt hip. Maar dat betekent ook dat het dus veel meer geaccepteerd is, breed in de samenleving. Ik vind spiritualiteit dus helemaal niet zweverig. Ik vind het juist super realistisch. Om naar binnen te kijken. Kijk, ja. De zweverige kant ervan is dat inderdaad mensen in een soort, dat noemen ze een spiritual bypass, een soort ontkenning van deze realiteit, van nee hoor, ik zit helemaal nu in het licht, ik ben helemaal gelukkig. En die vorm van spiritualiteit, dat is een soort fase, weet je. Dat is meestal in het begin, als iemand begint, dan heb je eerst van die hele fijne ervaringen, weet je wel, en je begrijpt niet waar mensen ze druk om maken, want de ziel is eeuwig, dus ja, oom Jaap is overleden. Maar ja, weet je, oom Jaap is een ziel, die gaat gewoon door, weet je wel. Waarom is tante zo verdrietig, weet je wel? Dus dat is een soort je raakt eigenlijk een beetje los van de aardse realiteit. Ja. Wat op zich even heel goed is, want het is ook gewoon een verhaal. In zekere zin, weet je wel. Het is gewoon niet echt. Het is zoals de Matrix, ik weet niet of je die film kent. Het is gewoon eigenlijk een programma of zo. Dus het is heel fijn om daar even uit te zijn. Oh, het leven is een programma. Oh, okay. Zou je kunnen, vanuit de ziel is dit een programma. Goed, dat voelt misschien een beetje ver, maar dat... Nou, ik kan me ergens wel voorstellen in ieder geval. Metaforisch kan ik me goed voorstellen. Laten we daarop houden. Precies, oké. Dus in het begin is dat een hele euforische ervaring van, oh ja, ik herken mezelf weer, alles is liefde, we zijn met z'n allen verbonden, de dood bestaat niet, et cetera. Maar dat is een beetje een zweverige fase, waarin je een beetje het gewone leven ontstijgt, als het ware. En als het goed is, wordt het daarna gewoon realistischer en ga je de inzichten die je hebt, ga je gewoon toepassen in het dagelijks leven. Maar niet iedereen komt daar. Sommige mensen blijven inderdaad hangen in de zweverige fase. Voor mij is het een fase. Maar op het moment dat je dus inziet dat het een programma is en je dat overstijgt, waarom zou je dan terug moeten komen in dat programma? Dat is een hele goede vraag. Ja, dat is inderdaad veel mensen die met spiritualiteit bezig zijn, inclusief de Boeddha, die hebben heel sterk getwijfeld of ze überhaupt terug zouden keren naar de wereld. Ja. Omdat het is ook ergens niet uit te leggen. Je moet het ervaren. Ja. En je kunt het wel uitleggen, maar het zijn allemaal woorden. En woorden komen in de mind binnen. En dit is juist buiten de mind. Dus spiritualiteit gaat over juist afstand nemen van je denken. Want dat denken, dat is dat programma waar ik het net over had. Jouw mind is eigenlijk een programma. Het is... Nou ja, de yogis zeggen het wel mooi. Die zeggen, you are a soul playing a role. You are not the role. Dus je speelt een rol. En het is een soort programmaatje wat je afdraait. Maar dat is niet wie je wezenlijk bent. En dus de eerste stap is dat je uit dat programma stapt. En je realiseert van, oké, it's not real. Ik ben niet een christen. Ik ben niet een man. Ik ben niet een journalist. Het is heel bevrijdend. Ja. En vervolgens, maar ik speel wel die rol, weet je wel. Dus het is ook niet van ontkennen. Van nee hoor, ik zit nu op een berg, ik ben verlicht en ik doe niks meer. Nee, kunst is dan om die ziel te zijn en dan die rol gewoon fantastisch te spelen. Of een heleboel rollen. Ja, ja precies. Een acteur die is ook niet zo van, het is eigenlijk maar een toneelstuk, dus ik stop ermee. Die speelt inderdaad gewoon zijn rol. Ja. Maar die komt wel thuis en als het goed is, stapt hij dan uit zijn rol. Ja. Weet je wel, dus die kan in en uit een rol stappen. Maar dat kunnen wij ook. Dus dat je als ziel zeg maar in een rol stapt. En ik zal je een heel leuk voorbeeld geven. Ik vertel dit wel vaker. Hè? You are a soul playing a role. En een tijdje terug was ik voor een groep vrouwen aan het spreken. En die zeiden, ja Tijn, dat is wel waar. Maar moeder is geen rol. Dat is zo alles, weet je wel. En dat weet jij niet, zei, want jij hebt geen kinderen en je bent geen moeder. Dus oordeel daar nou maar niet over, weet je. Toen zei ik, nou laten we een test doen. Laten we een week lang... wil ik jullie vragen om in de interactie met je kinderen je voor te stellen dat je de rol speelt van moeder. Het zijn niet jouw kinderen, weet je, het zijn ook zieltjes met hun eigen pad. En natuurlijk
je speelt die rol zo goed mogelijk. Het is niet van, ah, hij is van de commode gevallen, jammer dan. Nee, en natuurlijk, je speelt die rol zo goed mogelijk. Ja, nee, het is maar een rol. Maar je speelt die rol zo goed mogelijk, maar het is een rol. Het is niet jouw verantwoordelijkheid. Jij bent geen moeder. Nou, dat hebben ze gedaan een week lang. En toen, na die week, vroeg ik aan ze van, hoe zag jullie week eruit? En op één na zeiden ze allemaal dat hun kinderen daar zo goed op hadden gereageerd. Hun kinderen. En ik denk dat dat komt omdat die kinderen voor het eerst misschien niet die gratis stress kregen van een moeder die zich identificeert met een rol. En als je identificeert met een rol, dan komt er spanning en angst, faalangst, komt er in de vergelijking. Weet je, je denkt, ja, ik moet het wel goed doen en je bent onzeker. Dat pikken kinderen op. Dus kinderen pikken de onzekerheid, de angst en daar reageren ze op. Op het moment dat jij dat niet meer uitzendt, omdat je gewoon lekker een rol aan het spelen bent, worden kinderen dus ook relaxed. Net als dieren, weet je. En net als iedereen eigenlijk. Je reageert primair op de vibe. Ja. Maar was de oplossing dan niet gewoon je relaxed gedragen in plaats van jezelf buiten de rol zetten? Ja, alleen je relaxed gedragen kan weer een soort trucje zijn. Weet je, iets wat je... Ja. Terwijl als je het bent... Als je terugstapt en je bent gewoon relaxed, dan hoef je geen moeite te doen, want dat is gewoon... En dat is waar voor mij spiritualiteit over gaat. Gewoon je spirit weer terugvinden. Ja. Je ziel. Ja, interessant. Ja, we zijn aan het einde gekomen en we vragen altijd onze gasten een voorwerp mee te nemen. Ja. Als ze geluk van worden, inspiratie uit halen, maakt niet uit. Leuk. Wat heb jij meegenomen? Ik heb een ring meegenomen. En dit is een ring die ik tegenwoordig draag. Hij is van mijn moeder geweest. Of hij is nog van mijn moeder. Maar mijn moeder is de laatste 10 jaar heel erg dement geworden. Ik heb deze ring heeft ze gekocht in de eerste jaren van mijn leven toen we in Amerika woonden. Ik ben in Amerika opgegroeid met mijn ouders. En hij is gemaakt door de Indianen daar. En ik heb daar een heel diep contact mee, voor mijn gevoel, met die Indianen. Maar het herinnert me ook aan de tijd dat mijn moeder nog niet dement was. Dus want nu, als ik er nu bij haar ben ik soms ook een beetje verdrietig, weet je. Want het is gewoon, ze weet niet wie ik ben. Ze kan alleen maar zitten. Gelukkig is ze best wel vrolijk. Je hebt ook mensen die heel angstig en boos zijn. Dus dat is ons dan bespaard gebleven. Maar het is ook wel triest op een bepaalde manier. Dus het herinnert me aan een hele fijne tijd met haar. En tegelijkertijd, wat ook heel interessant is, is dat ik nu soms meer contact heb met mijn moeder dan hiervoor, toen ze nog goed was. En dat klinkt misschien raar, maar omdat mijn moeder uit het programma is, uit haar identificaties, is er een soort kinderlijkheid in haar waarin we... geen woorden meer kunnen uitwisselen, maar veel meer gewoon lekker samen zijn. Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Dat is heel bijzonder. Ja. Je moet maar eens kijken. Ik heb best wel veel filmpjes opgenomen met mijn moeder, als je naar mijn YouTube-kanaal gaat. Het is zo bizar, want ik weet niet, ik heb geloof ik, wat is het, 55.000 Facebook-vrienden, zou ik maar zeggen. En er zijn altijd wel, 10.000 mensen die naar een filmpje kijken elke dag. Maar als ik een filmpje met mijn moeder maak, het dubbele. Terwijl mijn moeder niks zegt. Geen enkele wijsheid deelt. Maar wijsheid uitstraalt. Juist. Hmm. En een soort kinderlijke puurheid. En ik ken echt veel mensen die naar me toe zijn gekomen. Zeggen, als ik me depressief voel, dan zet ik even een filmpje op met je moeder. En dan heb ik er weer zin in. Dus dat vind ik dan ook alweer heel mooi. Dat je, ook als je uit je patronen stapt en weer in dat kinderlijke komt, dat er juist ook een soort een puurheid is en een geluk. Die met woorden en met rollen heel moeilijk te vinden is. Omdat je in van die hokjes zit. Ik ben dus zoon, jij bent de moeder. Hoe gaat het nou met je jongen? Snap je? Wel goed. Gewoon het hele script aflezen. Het hele script, het script, precies. Maar dat is dus het. Ik denk dat dit het einde van de aflevering is. Ja. En dan nog één ding. We vragen altijd onze gasten een tip te geven als allerlaatste voor iedereen die luistert. Ja. Ik zou zeggen, hou op met zoeken. En herinner je wie je bent. Dus ga naar binnen, neem de tijd, ga lekker op de bank zitten. En vaak denken mensen van, maar dat is niet productief.
weet je wel, want ik moet toch iets doen. Maar dat is ook weer zo'n conditionering, human doings. Je bent altijd maar bezig, terwijl je waarschijnlijk productiever bent als je even niks doet. Elke dag even gewoon gaat zitten, niks doen, ogen dicht. Lekker naar binnen herinneren wie je bent. En dan kom je weer in contact met jouw ziel. En alles wat je vanuit je ziel doet, dat is flow. Dat is eigenlijk wat we allemaal kennen. We hebben allemaal momenten van flow. Dat is gewoon, je bent niet in je mind, je bent niet in je script. Mooi woord. Het gaat allemaal zo vanzelf. Het komt van binnenuit. En dan merk je dus dat je eigenlijk door die paar minuten per dag even die innerlijke reis te maken, juist super productief wordt en creatief wordt. En ineens ideeën hebt. Denk ik, wow, weet je wel? Ja. Omdat je uit het script bent. Ja, dus, nou, mooi. Ja. Heel erg bedankt. Dankjewel. Heel graag gedaan. Cliff, Nick, thanks. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter. En zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.